Oké, goedemorgen collega's. We gaan eraan beginnen. Wij hebben een aantal vragen om uitleg. En de eerste vraag om uitleg is van collega Schrijvers over de opzegmogelijkheden bij studentenhuurovereenkomsten. Mevrouw Schrijvers, u heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega. Artikel 64 van het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet bepaalt dat een student voor de inwerkingtreding van het contract onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst kosteloos kan opzeggen. De voorwaarde is dat de opzeg 3 maanden of meer voor de inwerkingtreding plaatsvindt. Indien de opzeg plaatsvindt op minder dan 3 maanden voor de inwerkingtreding, dan is er een opzegvergoeding van 2 maanden huur verschuldigd. Deze bescherming van de student-huurder vond zijn oorsprong in het besef dat men door marktomstandigheden gedwongen kan worden een contract af te sluiten vooraleer men de definitieve studiekeuze heeft gemaakt. Ik denk dat we allemaal de problematiek genoeg kennen. Studenten gaan op tijd op zoek, beslissen dan nadien iets anders te gaan studeren of er zijn een aantal andere zaken die ertussen komen. En anderzijds natuurlijk ook de positie van de verhuurder. Nu, de voorwaarde die momenteel decretaal is vastgelegd, die is iets strenger dan degene die werd opgenomen in het ontwerp van decreet, waar nog sprake was van een periode van minder dan 2 maanden voor de inwerkingtreding. Omdat de vrees bestond dat studenten meerdere huurcontracten tegelijkertijd zouden afsluiten en pas 2 maanden op voorhand dan zouden beslissen welk kot ze dan zouden huren, werd die termijn op 3 maanden gebracht. Op die manier werd de verhouding tussen student-huurder enerzijds en verhuurder anderzijds evenwichtiger. Nu bereiken ons berichten, mevrouw de minister, en dat zal u ook bekend zijn, dat dit evenwicht voor verhuurders nog steeds moeilijkheden zou opleveren en dat er bepaalde ontwijkingsmechanismen circuleren. En dat maakt me dan toch wel al een beetje voorzichtig. Men heeft nog steeds schrik dat studenten een veelvoud aan contracten zouden afsluiten en pas op het laatste moment de knoop definitief doorhakken. Dat zou tot gevolg hebben dat heel wat studentenquoten fictief bezet zouden worden, tijdelijk. Hè, en pas 3 maanden voor de start van het academiejaar duidelijk wordt welke studentenkamers er al dan niet effectief verhuurd zijn. En dat is dan weer evenmin in het belang van de studenten die in hun zoektocht niet een reëel zicht krijgen op het aanwezige aanbod. Zo wordt de piste gesignaleerd om de termijn van inwerkingtreding van de huurovereenkomst te vervroegen. Dit zou voor de studenten net het omgekeerde effect hebben van wat de regelgeving voor ogen heeft, namelijk het meer laten samenvallen van het moment waarop men de studiekeuze maakt en het moment waarop men het kot definitief contractueel moet vastleggen. Nu, mevrouw de minister, de vraag stelt zich op welke manier het juiste evenwicht kan worden gevonden tussen de situatie van de studenten en die van de verhuurder. En hoe kan vermeden worden dat studenten of hun ouders meerdere studentenkamers huren vanuit de overweging dat men toch nog kosteloos kan afzien van de overeenkomst tot 3 maanden voor de datum dat ze zou ingaan en dan pas net voor deze datum definitief beslissen. Waar de billijkheid en dit evenwicht vereisen dat studenten die een kot zoeken nog voor hun studiekeuze definitief vaststaat zonder grote kosten de overeenkomst moeten kunnen opzeggen, noopt de noodzaak om neveneffecten uit te sluiten mogelijk toch een kleine drempel wordt ingebouwd zodat studenten niet tegelijkertijd meerdere overeenkomsten sluiten om nadien te, tussen aanhalingstekens, shoppen in functie van wat hen het beste uitkomt. Nu, een van de mogelijkheden die ik hier graag naar voren zou willen schuiven, zou kunnen zijn om een beperkte forfaitaire vergoeding bij opzegging voor de termijn van 3 maanden voor inwerkingtreding te vragen. Zo zou men het bezet houden van quoten toch kunnen tegengaan, maar toch meer rekening houden met het moment waarop studenten hun studiekeuze vaststaat. Het is en blijft vanzelfsprekend een moeilijke evenwichtsoefening. Ik denk dat we ons daar allemaal goed van bewust zijn, mevrouw de minister. Maar ik zou u toch volgende vragen willen stellen. Bent u op de hoogte van de problematiek en van het feit dat er ontwijkingsmechanismen circuleren met betrekking tot de decretale bepaling dat een overeenkomst voor de huur van een studentenkamer kosteloos kan opgezegd worden tot 3 maanden voor de inwerkingtreding? En zo ja, hoe kan hier aan een oplossing geboden worden waarin een goed evenwicht gevonden wordt tussen de belangen van huurders en verhuurders? Wat is het standpunt van de minister met betrekking tot het invoeren van het verschuldigd zijn van een maximale beperkte forfaitaire vergoeding bij opzegging voor 3 maanden voor de inwerkingtreding van de overeenkomst? Bent u eventueel bereid om een parlementair initiatief in die zin te steunen? Dank u wel. Mevrouw de minister.
Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw Schrijvers, wat uw eerste vraag betreft, of ik op de hoogte ben van deze problematiek. U weet, en u hebt daar ook denk ik in uw vraagstelling naar verwezen, titel 3 van het Vlaamse woninghuurdecreet legt een dwingend kader vast voor bepaalde aspecten van de studentenhuurovereenkomsten. De mogelijkheid voor de student om de studentenhuurovereenkomst te beëindigen voor de inwerkingtreding ervan is één van de aspecten van het, dwingend geregeld is. Indien verhuurders bepaalde clausules opnemen in studentenhuurovereenkomsten, zal wel steeds worden nagegaan moeten worden of deze al dan niet in overeenstemming zijn met het dwingende kader ervan. Indien deze ontwijkingsconstructies in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Vlaams woninghuurdecreet, zijn ze niet toegelaten en kunnen ze betwist worden voor de rechter. Nu, dat wist u ook al, want dat kwam min of meer tot uiting in uw vraag. Nu, uw tweede vraag. Kan er een oplossing geboden worden waarin er een beter evenwicht wordt teweeggebracht tussen de belangen van de huurders en de verhuurders, studenten en de kotbazen, als ik zo even kort door de bocht mag noemen. U vraagt ook van, ja, ben ik bereid een beperkte forfaitaire vergoeding in te voeren? Natuurlijk, alles hangt af van de praktijken die circuleren en of deze in strijd zijn met het decreet. Wat natuurlijk nu al verboden is, moet niet opnieuw verboden worden. Dat lijkt me de logica zelf. Zoals u hebt vermeld ook in uw vraag, is de huidige tekst van artikel 64 van het Vlaamse woninghuurdecreet met betrekking tot de beëindiging van de studentenhuurovereenkomst door de student voor de inwerkingtreden ervan tot stand gekomen door amendementen van uw collega's hier in deze commissie, namelijk collega Engelbos, collega Partika, collega De Vroe, collega Parijs, collega Christians en collega De Bruin. Dus zij hebben eigenlijk deze bepaling ingevoerd. In de verantwoording bij dat amendement wordt gesteld dat de voorgestelde wijziging het evenwicht tussen verhuurder en de student beter tot stand brengt. Ja, ik ga dat niet helemaal lezen. U kent die amendementen ook, dus ik ga dat niet voorlezen. Er werd door uw collega's dus uitdrukkelijk niet gekozen voor de optie om de student steeds een opzeggingsvergoeding te laten betalen wanneer hij of zij de huurovereenkomst voor de inwerkingtreding ervan beëindigt. Dus dat stond niet in het initiële ontwerp, is wel bij amendement toegevoegd. Maar ga ik nog regelgevende initiatieven nemen? Nee, maar dat staat het parlement natuurlijk altijd vrij om dat al dan niet te doen. Collega Schrijvers. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Ja, ik ben natuurlijk ook wel op de hoogte van de voorgaande in deze. En u zult ook wel weten dat ik al eerder in een conceptnota met betrekking tot de huur van studentenkamers mee deze problematiek onder de aandacht heb gebracht en een aantal voorstellen heb gelanceerd om mogelijk te komen tot een aanvaardbaar evenwicht. Er is inderdaad bij amendement een nieuwe regeling ingevoerd in het ontwerpdecreet, zoals ik ze daar straks ook heb geschetst en waar de minister ook naar verwijst, juist om dit evenwicht te vinden. Hè. Maar natuurlijk, mevrouw de minister, u weet dat zelf heel goed. We maken hier regelgeving vanuit bepaalde achtergronden en met bepaalde doelstellingen. En op sommige momenten constateer je dat de regelgeving ook een aantal neveneffecten kan hebben en daardoor niet helemaal bereikt wordt wat je beoogd had. En dan moet je natuurlijk allemaal bereid zijn om dat onder ogen te zien en te kijken waar je moet bijsturen. Ik denk dat dat inherent is aan beleid voeren. Het is denk ik geen goed beleid om geen oog te hebben voor wat er eventueel aan neveneffecten is. Nu, het is natuurlijk nog vroeg. Hè. Ik herken dat nog heel vroeg is. Hè. De nieuwe regelingen bestaan maar pas. Maar ik wil toch eventjes ook zeggen, u zegt, ja, er is een dwingend kader. Dat is waar. Hè. Maar de vraag is natuurlijk of alle ontwijkingsmechanismen die ontstaan wel ingaan tegen dat dwingend kader. Hè. Want er zijn er ook die natuurlijk niet strikt juridisch ingaan tegen het dwingend kader, maar wel een aantal neveneffecten hebben die we niet hadden beoogd. Ik denk dat u dat toch ook wel moet erkennen. En dan is natuurlijk de vraag, zijn we bereid om op zoek te gaan naar hoe we die problematiek kunnen herstellen en eventueel tot een nieuw evenwicht komen? Nu, u zegt dat u zelf geen initiatief meer gaat nemen, maar dat het parlement vrijstaat.
Wel, we zullen verder bekijken hoe we daarmee omgaan. Alleszins wil ik u toch vragen om, de tijd is nu nog beperkt, hè, maar om sowieso dat er in de toekomst vanuit het beleid, hoe het er ook zou mogen uitzien en wie ook de verantwoordelijkheid heeft, dat u toch wel wordt gemonitord welke eventuele neveneffecten een aantal bepalingen toch hebben, zodanig dat er kan toch wel nieuw initiatief genomen worden om tegemoet te komen aan de initiële doelstellingen en altijd toch wel heel goed dat effect te bewaren. In casu gaat het dan over een student die op zoek gaat naar een kot, heel vaak in het voorjaar, hè, rond de paasvakantie, en dan al ergens een kot vastlegt, vaak nog geen definitieve studiekeuze heeft gemaakt. En anderzijds die verhuurder, die wanneer hij een huurovereenkomst ondertekent, er natuurlijk ook op rekent dat zijn kamer dan verhuurd is en dat ze niet het risico loopt om nadien te blijven leegstaan. Dank u wel. Goed. Collega's, wie wil er graag aansluiten? Mevrouw de minister. Ja, ik denk dat de analyse die collega Schrijvers maakt terecht is. Hè. Ik onderschrijf wat u zegt. Ik wil wel nog even zeggen dat het wel de rechter is die beoordeelt of dat er al dan niet wordt ingegaan tegen het dwingend kader. Ja, ik kan gewoon ook niks meer doen. U weet, een ontwerp van decreet dat heeft een heel traject te lopen. Een voorstel van decreet gaat veel sneller. Dus als er binnen de meerderheid een consensus kan gevonden worden om dat alsnog aan te passen, kan dat gebeuren. Men zou ook kunnen opteren om het even aan te zien hoe dat het eigenlijk in de toekomst zal verlopen, want het is nog niet zo lang in werking getreden, maar dat laat ik volledig aan de vrijheid van het parlement. Maar ik kan geen decretaal initiatief niet meer nemen omwille van het feit, één, alle ontwerpen van decreet moesten voor 1 februari ingediend zijn, en we zijn vandaag al 20 of 21 februari, dus dat gaat niet, maar de analyse is wel terecht, maar misschien een klein beetje geduld hebben om te kijken hoe dat het eigenlijk concreet in de praktijk zal verlopen. Goed, laatste woord. Dank u wel, mevrouw de minister. U zal niet gehoord of gelezen hebben dat ik u had gevraagd om een initiatief te nemen als minister, maar u hebt het zelf gezegd, ik ga het niet meer doen. En de timings zijn me natuurlijk ook bekend. Ik had u gevraagd of u eventueel bereid zou zijn om een parlementair initiatief te steunen. Wel, ik denk het minste wat we moeten doen, is heel goed zien wat er op het terrein gebeurt, hè, of die evenwichten wel bewaard worden en of het de neveneffecten waar we nu toch wel een beetje voor vrezen, of die er effectief komen en dan eventueel ingrijpen. Maar we zullen dat doen binnen verder overleg vanuit het parlement dan vanzelfsprekend. Dank u wel. Goed, collega's, dan is deze vraag om uitleg hierbij afgehandeld. En dan gaan we over naar de tweede vraag om uitleg. Dat is een vraag die gekoppeld is, eentje van collega Van Volsem, maar zij kon hier voorlopig nog niet tijdig zijn. En mevrouw Hostekind, die de laatste vraag heeft, waar mevrouw Van Volsem ook niet tussen zit, zal ik zeggen, die is hier ook nog niet. Dus ik ga mevrouw Moerenhout vragen om haar vraag, die gekoppeld was met die van collega Van Volsem, te stellen. Het is een vraag die gaat over de wachtlijst voor sociale huurwoningen voor kandidaat huurders met een handicap. Mevrouw Moerenhout. Ja, bedankt, voorzitter. Ergens eind januari berichtte de Standaard dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning of het aantal wachtende 135.000 Vlamingen bedraagt. En dat van die 135.000 Vlamingen er 16.543 kandidaat huurders zijn met een handicap. De definitie van met een handicap is in deze vrij ruim. Dus dat gaat over mensen met een psychische beperking, een fysieke. Of zaken zoals als veteranen en andere mensen die een bepaalde voorrang verdienen. Nu, de algemene lijst voor sociale woningen die wordt langer. We zijn gestart deze legislatuur met 110.000 wachtenden. 120.000 wachtenden. Vandaag zitten we aan 135.000. Ja, dat is 15.000 meer. Nu, we hebben altijd erkend, mevrouw de minister, dat u inspanningen heeft gedaan, veel inspanningen. Maar als we dan zien dat we aan het einde van de legislatuur toch met 15.000 Vlamingen meer zitten op die wachtlijst, dat is een stijging van 12%. Dat is toch een niet te negeren cijfer. Van al die wachtenden kregen deze legislatuur 1680 kandidaat-huurders een sociale woning toegewezen. Huurders met een handicap. Nu, dat is best wat. Ik had de cijfers aan u opgevraagd en daarin zie je dat eigenlijk 1680, dat ongeveer evenveel is als alle wachtenden met een handicap voor 2014 die een woning hebben toegekregen, dus dat is zeker een inspanning geweest. Maar feit blijft natuurlijk dat er nog een tienvoud van de aantal wachtenden op die wachtlijst staan.
Bovendien blijkt ook uit de cijfers dat er van de meer dan de 154.000 sociale woningen 2.605 geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Nu, dat is bijna 2% van het sociaal woonpatrimonium. Dat is niet zo heel veel. Zoals gezegd, u heeft inspanningen gedaan, maar het eindresultaat vandaag aan het einde van de legislatuur is voor ons onvoldoende, zowel de algemene wachtlijst als de wachtlijst specifiek voor personen met een handicap. En onze bezorgdheid is daarin met name dat de voorbije jaren hebben we ons ook geleerd, studie na studie, dat het net die huurders zijn, die kandidaat-huurders op de private huurmarkt zitten terwijl ze wachten op een sociale woning, dat het die mensen zijn die extra vatbaar zijn om in armoede te vallen, omdat ze heel veel kosten hebben. Hun huurprijs is een prijs die zij niet zo eenvoudig kunnen betalen. En bij gevolg moeten zij beknibbelen op het einde van de maand op de ene of de andere factuur, waardoor de armoede om de hoek leunt. Nu, die wachtenden met een handicap, die hebben natuurlijk heel veel extra kosten qua vervoer, qua omkadering en dergelijke, waardoor dat zij nog eens meer kans hebben om in armoede te belanden. En dat is onze bezorgdheid als Groen, waar dat we denken dat wij als politici of als overheid daaraan tegemoet moeten komen. Dus ik heb eigenlijk twee vragen voor u, mevrouw de minister. Wat is uw standpunt in zaken het hoge aantal personen met een handicap op de wachtlijsten voor een sociale woning? En wat is het perspectief? Zal u bijkomende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze personen sneller, beter toegang zullen krijgen tot een sociale woning? Dank u wel, collega Moerenhout. Mevrouw de minister. Dank u wel. Collega's, ik had aangezien dat de vragen van collega Moerenhout en collega Van Volsem eigenlijk soortgelijk waren, heb ik gewoon één algemeen antwoord. En bij deze is de vraag van collega Van Volsem dan ook beantwoord. Hè. Dus een eerste vraag van collega Van Volsem was: wat is de algemene verklaring voor de aangroei van de wachtlijsten, maar dan wel in het algemeen, niet specifiek voor mensen met een beperking? Ja, er zijn verschillende verklaringen voor, collega's. Eén, het aantal huishoudens in Vlaanderen neemt toe. Dat heeft te maken met de demografische groei, maar heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er jammer genoeg meer echtscheidingen zijn, meer alleenstaanden en dergelijke meer. Ook het aantal sociale... In 2014, is de inkomensgrens verhoogd om in aanmerking te komen voor een sociale woning met 13%. Wat natuurlijk ook wel een impact heeft gehad op de wachtlijst, want veel mensen kwamen ook meer mensen in aanmerking, is de logica zelf. Het aantal sociale huurwoningen is wel degelijk ook gestegen. Ik ben blij, mevrouw Moerenhout, maar ik zeg dat ook regelmatig en ik meen ook oprecht dat u ook constructief oppositie kan voeren, dat u ook erkent dat er goede zaken en toch wel stevige investeringen zijn gebeurd wat sociale huisvesting betreft. Nu, wat de personen met een beperking betreft, daar is de zogenaamde persoonsvolgende financiering ingevoerd. Het zogenaamde rustzakje, als ik het zo mag noemen. En die mensen, gelet op het feit dat ze nu een rugzakje krijgen met hun geld in, ik druk het nu heel plastisch uit, zullen die natuurlijk ook wel heel gemakkelijk hun weg vinden naar een sociale woning, omdat dat ook mensen zijn die dikwijls ook in aanmerking komen voor een sociale woning. Het grote probleem daar is, en wij als partij, en nu kijk ik even naar de specialisten van de commissie Welzijn, zijn altijd wel vragende partij geweest voor die persoonsvolgende financiering, absoluut. Maar het perverse effect voor sociale huisvesting is wel dat heel veel mensen met hun rugzak komen aankloppen bij de sociale huisvesting, maar dat ik wel geen euro van de VIPA-middel krijg. Dus de VIPA-middelen, de middelen voor infrastructuur, voor mensen met een zorgnood. En daar wringt wel, denk ik, het schoentje wat de personen met een beperking betreft. Nu, dan had collega Van Volsem nog de vraag gesteld waarom er zo weinig woningen geschikt zijn voor mensen met een beperking. Ja, je moet natuurlijk de juiste terminologie gebruiken, maar mevrouw Van Volsem is hier nu niet, maar ze kan het verslag lezen. Aangepaste woningen zijn woningen voor mensen die door een bepaalde beperking niet in een basiswoning terecht kunnen, maar met hulp wel zelfstandig kunnen wonen. Maar natuurlijk niet elke kandidaat huurder met een beperking of een handicap heeft nood aan een aangepaste woning. Men kan elke verschillende soorten van beperking, verschillende soorten van handicap en niet elke beperking strekt ons ertoe om ook een aangepaste woning te moeten voorzien. Dat is ook nogal logisch, denk ik. Dus mensen bepaalde mensen met een beperking en een handicap kunnen ook terecht in een basiswoning. En dat is ook mogelijk, mits enkele beperkte zeer specifieke aanpassingen, waardoor je niet over de zogenaamde echte aangepaste woningen moet spreken.
Of hoeveel aangepaste woningen worden gebouwd, hangt natuurlijk ook af van de specifieke nood bij de lokale sociale woonactor. En gebeurt absoluut in samenspraak met het lokaal bestuur, dus met de gemeente of met de stad. En waarom? Omdat dat natuurlijk op lokaal niveau veel beter kan ingeschat worden welke de lokale noden concreet zijn. Het aanbod wordt alvast geleidelijk wel uitgebreid, dat kan ik u al meegeven. Zo ligt het aandeel van aangepaste woningen in het nieuw gebouwde patrimonium op ruim 13%. Maar nogmaals, collega's, ik heb gezegd dat mensen met een beperking of een handicap niet per definitie in een aangepaste woning terecht moeten komen. Hè. Die kunnen ook in een basiswoning terechtkomen. Dan had mevrouw Van Volsum ook nog de vraag of dat er hiervoor extra investeringen zullen plaatsvinden. Het financieringssysteem FS3 voorziet in een financiering van maximaal 10% extra woonoppervlakte voor een aangepaste woning. Ik heb het dus weer al over de aangepaste woning. Nogmaals, een basiswoning komt dikwijls ook in aanmerking voor mensen met een beperking of een handicap. Plus een extra financiering van 1% als aanmoediging. Waarom maximaal 10% extra woonoppervlakte? Als we dan bijvoorbeeld spreken over mensen die in een rolstoel zitten, minder mobiel zijn, moet je natuurlijk ook bredere gangen voorzien, ook bredere deuropeningen. Ook in allerlei, bijvoorbeeld de badkamer moet bepaalde aanpassingen gebeurd zijn. Dus dat wordt ook gefinancierd vanuit het financieringssysteem FS3. Deze extra's zijn natuurlijk bedoeld voor de bouwkundige meerwerken die een aangepaste woning met zich meebrengt. En het is ook mogelijk om specifieke ergonomische uitrustingen voor personen met een handicap of een beperking volgens kostprijs te financieren binnen FS3, indien het toegekende kostenprijsverhogingspercentage van 1% onvoldoende is. Dan een vraag van collega Van Volsum. Hoe kunnen mensen met een beperking het best voorzien worden van een aangepaste woning? Hoeveel procent wil ik aangepast zien voor rolstoelgebruikers? Ja, hier wordt van alles op mijn hoop gegooid, maar ik ga proberen toch redelijk duidelijk te antwoorden. Behoefte aan aangepaste woningen wordt best op lokaal niveau ingeschat. Dat heb ik daarnet ook al gezegd. Ik heb nogmaals, en dat is de derde keer of de vierde keer, maar in belang van het antwoord is het wel goed dat ik het nog eens doe. Aangepaste woningen is één ding. Basiswoningen met eventueel zeer beperkte aanpassingen zijn ook toegankelijk voor mensen met een beperking of een handicap. Dan zijn er natuurlijk nog de SAM zelf en de welzijns- of de zorgactoren en de gemeente die kunnen ook de plaatselijke noden het best in kaart brengen en ook een zeer gericht beleid voeren. De doelgroepen kunnen die ook afbakenen en zo ook voorzien in gerichte, passende, aangepaste woningen. Ik ben absoluut geen voorstander om een percentage op te leggen voor heel Vlaanderen. Want niet in elk deel van Vlaanderen, in elke gemeente, we hebben er nu 300, is dezelfde nood. Dus ik denk dat het absoluut, we hebben nu het bindend sociaal object, laten we dat nu als voorbeeld nemen, het BSO voor gewoon sociale huurwonen, 9%. Ik denk dat het onverstandig zou zijn om uit van Vlaanderen, onze ivoren toren, tegen elke gemeente te zeggen, nu moeten jullie zoveel procent aangepaste woningen voorzien. Dat is niet goed, dat moet in overleg gebeuren met het lokale bestuur, die het beste kan inschatten wat de noden daar ter plaatse zijn. Dan het optrekken van de inkomensgrens van de huurpremie naar de inkomensgrenzen die vandaag voor de inschrijving bij de SM van toepassing zijn, is natuurlijk ook een belangrijke inspanning om de doelgroep van de huurpremie uit te breiden. Dat was ook nog een vraag van collega Van Volsum. En natuurlijk ook meer mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor deze premie. Als ze dus hun huurpremie als ze op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Collega's, ik wil wel afronden. Dat ik eigenlijk in deze commissie, in het parlement, via andere wegen van jullie heel veel de vraag krijg om een bepaalde doelgroep te huisvesten. En nu gaat het al over zoveel doelgroepen die ik moet huisvesten binnen sociale huisvesting, dat je eigenlijk door het bos de bomen niet meer ziet. Er wordt aandacht gevraagd, en ik zeg niet dat die aandachtsvraag dat dat onterecht is, dat heb ik niet gezegd, maar er wordt aandacht gevraagd voor mensen met een beperking, voor ouderen, voor alleenstaande ouders met kinderen, af en toe dan ook nog voor al dan niet erkende vluchtelingen, maar daar is mijn antwoord altijd heel duidelijk over geweest. Het is, dat moeten we begrijpen, het is onmogelijk om vanuit sociale huisvesting voor al die doelgroepen
specifiek nog eens een extra kader te gaan scheppen, laat staan voorrang te geven. U weet wat de voorrangsregels zijn. U weet dat er ook 5% kan afgeweken worden van de wachtlijst in functie van zeer kwetsbare doelgroepen en dergelijke meer. Dus doen wij iets, collega's, afsluitend voor de mensen met een beperking en of een handicap die op de wachtlijst staan? Ja, absoluut. Maar waarom is er een aangroei? Ik heb het u uitgelegd, de persoonsvolgende financiering, waar wij als meerderheid en wij als partij zeker voorstander van zijn, heeft natuurlijk wel het effect dat iemand een rustzakje krijgt, in aanmerking komt voor een sociale woning, daar ook op de wachtlijst komt. Maar de VIPA-middelen die voorzien zijn voor infrastructuur die bij welzijn zitten, zijn niet overgekomen naar sociale huisvesting, krijgen daar ook geen 1 eurocent voor. Maar gaan we die mensen een billijke en eerlijke kans geven? Uiteraard, maar ze zullen wel moeten aanschuiven op de wachtlijst. Mevrouw Moerenhout. Ja, bedankt voor uw antwoord, mevrouw de minister. U verwijst naar de experten van de commissie Welzijn van CD&V. Het is deze experten. Die van CD&V zit hier ook. Voor het verslag, het was de N-VA-experte die bedoeld werd. Maar mevrouw Schrijvers mag er ook bij. Excuseer, maar dan kunnen mensen aan het woord toevoegen. N-VA-collega. Waarom denkt ze dan toch spontaan aan de CD&V? Omdat... Dat is mevrouw Moerenhout, hè. Mevrouw Moerenhout gaat dat uitleggen. Omdat het de CD&V-experte is die de voorbije zomer in 2018 eigenlijk aan de alarmbel heeft getrokken wat betreft dit thema. Hè. Mevrouw Schrijvers heeft u op dat moment opgeroepen om eigenlijk meer te focussen op die kandidaathuurders met een beperking, omdat dat toch een grote uitdaging is die op ons afkomt. En mevrouw Schrijvers zei toen dat u te weinig engagement toonde. Dus dat is toch een niet te onderschatten case om op te volgen, denk ik. Bovendien is het inderdaad zo, waar toen terecht op werd gewezen, dat onze bevolking vergrijst. En dus gezien de vergrijzing, dat er alleen maar meer vraag gaat zijn, meer mensen met een beperking die nood hebben aan een sociale woning, aan een aangepaste sociale woning. Dan, u bent in uw antwoord eigenlijk vooral ingegaan op de oorzaken van het aantal. En u heeft daar eigenlijk twee zaken gezegd waar ik zelf helemaal niet mee akkoord ben. U zegt, de rol zit eigenlijk vooral bij het lokaal bestuur. Hè. Het gebeurt wel in samenspraak, maar het wordt toch best op het niveau van het lokale bestuur ingeschat. Deels ga ik daarmee akkoord in de zin, die lokale besturen hebben er inderdaad goed zicht op. Hè, kunnen dat wel goed inschatten, maar anderzijds kan het toch absoluut niet de bedoeling zijn dat in een Vlaanderen waar vandaag 135.000 Vlamingen op die wachtlijst staan, waar we zien dat die armoedecijfers ongezien hoog zijn, dat het toch een grote sociale uitdaging is, dat Vlaanderen zijn handen daarvan aftrekt. Dus ik ben wel absoluut voorstander van het feit dat Vlaanderen een rol heeft van monitoring in deze. Niet alleen de personen met een handicap, met een beperking, of het nu fysiek is of anders, maar te koer in heel die de oplossing en de uitdaging qua sociaal wonen, denk ik dat de rol van Vlaanderen absoluut aangepakt en gepakt moet worden. En in samenspraak met lokale besturen uiteraard, maar toch absoluut ook niet weglopen van die verantwoordelijkheid. En dan ten tweede, u heeft ook een algemener beeld geschetst van er zijn veel alleenstaanden met een groot armoederisico, er zijn veel mensen met een beperking met een groot armoederisico, er zijn veel ouderen met een groot armoederisico, dat klopt. Maar het kan niet zijn, omdat dat aantal stijgt en stijgt en stijgt, dat juist een reden is dat we er niet over nadenken hoe we dat kunnen aanpakken en hoe we die aantal naar beneden kunnen krijgen als overheid, denk ik. En daar zie ik bijvoorbeeld wel een rol voor het BSO of differentiatie van het BSO. Ik denk dat we moeten nadenken aan hoe we de armoede kunnen laten dalen. En ik denk dat BSO daar wel degelijk een rol in kan spelen. Vandaag is het inderdaad 9%, elke stad, elke gemeente. Geen specificatie over doelgroepen, over kamers en dergelijke. En als ik dan, ik ga een voorbeeld geven, het gaat nu niet over personen met een handicap, maar dat in steden de grote gezinnen moeten wachten vaak langer dan 10 jaar op een sociale woning. Ja, waarom zou je dan vanuit Vlaanderen niet kunnen zeggen van zet voorop eerst in op zo de bouw van kamers voor een grote gezin. Dus die differentiatie over wat wij vragen in zo'n BSO, dat is nu niet het debat van vandaag, maar ik denk wel dat we daarover moeten nadenken. Ik denk niet dat dat een reden kan zijn. De toenemende cijfers denk ik niet dat een reden kan zijn om er minder over na te denken, maar om er meer over na te denken en om dat wel volop aan te pakken als Vlaanderen en aan te vatten. Zowel die monitoring van die lokale besturen als het aantal, als die differentiatie van het BSO.
Goed, collega's, u wil er aansluiten. Oh, experten van de CD&V en de N-VA, zie ik. Eerst mevrouw Schrijvers en dan mevrouw Van der Vloed. Dank u wel, mevrouw de minister, collega's. Ik wil graag aansluiten bij de vraag van collega Moerenhout. Het is een thema dat hier al meermaals ter sprake is gekomen en waarvan ik toch een aantal pijnpunten al meermaals heb aangekaart, mevrouw de minister. Nu, u verwijst in eerste instantie naar de persoonsvolgende financiering. Hè, en u zegt meer en meer mensen gaan op zoek naar een eigen woning, hè, mensen met een beperking. En die zetten zich dan ook op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Nu, wat voor mij daarvoor absoluut voorop staat, is inclusie. Hè. We vinden allemaal dat vermaatschappelijking van zorg belangrijk is, dat mensen met een beperking, welke die beperking dan ook is, erbij horen. Dat betekent dat we dus inderdaad meer gaan inzetten op het wonen midden de leefgemeenschappen en niet meer afzonderlijk in voorzieningen. En dat heeft inderdaad een aantal effecten. Hè. Nu, niet alleen dat, ook het feit dat mensen alsmaar ouder worden, en dan heb ik het niet alleen dus over de instroom, waar u vooral naar verwijst, mevrouw de minister, instroom binnen de sociale huisvesting, maar vooral ook het feit dat mensen ook in een sociale huurwoning zo lang mogelijk moeten kunnen blijven wonen. Hè. We zeggen dat vaak van mensen moeten... We moeten ze leren om vanaf bij het bouwplan aangepast te bouwen, zodanig dat als er iets gebeurt of als ze ouder worden, ze kunnen blijven wonen. Maar dat is natuurlijk ook in de sociale huisvestingssector van belang. Nu, wat mij de voorbije periode, telkens we daar een discussie over hadden, gefrappeerd heeft, is enerzijds toch het groot aantal mensen op die wachtlijst. Maar het feit dat u eigenlijk ging... correct overzicht heeft van het aantal aangepaste woningen. En nu wil ik heel graag toegeven met u dat daar een grote differentiatie in bestaat. Hè. Niet iedereen met een beperking heeft nood aan een aangepaste woning, dat is waar. En niet iedereen met een beperking heeft nood aan dezelfde soort aangepaste woning. Dat is absoluut ook waar. Maar eigenlijk hebben we vandaag geen reëel zicht, zowel bij de sociale huisvestingsmaatschappijen als bij de sociale verhuurkantoren. Ik geef toe, dat is dan nog iets speciaals, maar ook daar stelt zich de problematiek, hebben we daar niet echt zicht op. Natuurlijk moeten we bijkomend inzetten dat het aantal stijgt. En u zegt, in de nieuwbouw hebben we dat wel en is zoveel procent aangepast. Hè. Ja, dan moet je natuurlijk weer de vraag stellen, aangepast waaraan, hè, in functie van wat. Ik denk dat het vooral gaat, dat we vooral moeten focussen op de voorrangsregeling die er bestaat. Hè. Vanaf wanneer heeft iemand recht om beroep te doen op een voorrangsregeling in functie van een aangepaste woning? Want dat betekent dat de beperking inderdaad aanleiding geeft tot een nood aan aangepaste woning. Nu, mijn vraag, mevrouw de minister, in mijn laatste vraag daarover, maar ook eerder al, hebt u gezegd... Het aantal aangepaste woningen binnen het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de SVK's wordt momenteel niet geregistreerd bij VMSW. Mijn administratie zal in overleg met de sector nagaan of een registratie van de aangepaste woningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen en de SVK's werkbaar is. En mijn vraag aan u is, hoe ver staat het daarmee? Goed, specialiste van de N-VA, mevrouw Van der Vloed. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw de minister, voor het uitgebreid antwoord. En er zitten heel wat items in. Het klopt inderdaad, hè, met persoonsvolgende financiering. Ze hebben een rugzakje richting zorg en ze gaan de regie meer in handen nemen. We hebben dat nu dinsdag in cijfers gezien. Er gaan veel meer mensen hun budget in cash opnemen. Ze gaan zeker die doelgroep die naar een sociale woning gaat wonen, die gaat niet meer of richting de voorziening. Dus ik denk dat inderdaad een overleg met welzijn hier wel op zijn plaats gaat zijn om te zien hoe dat toekomst gezien zowel voor het wonen als voor de zorg dan eigenlijk gecombineerd kan bekeken worden. Nu, u zegt van het moet op lokale noden, dat moet ingeschat worden. Ik ben daar juist wel voorstander van. Ik denk dat het werken op maat, dat zeker en vast veel meer vruchten op werkt dan dat u zegt vanuit de Ivoren Toren uw procent op te leggen. Ik denk dat daar lokaal nog heel wat werk is, hè, dat
goed in zicht moet gebracht worden. Collega haalde ook al de vergrijzing aan. Het is natuurlijk niet alleen de mensen met een beperking, maar ook de ouderen. Eigenlijk is dat een ene grote groep. De vergrijzing is er natuurlijk, dus die mensen worden ook ouder. Collega Schrijvers heeft het ook aangehaald. We willen dat de mensen ook langer thuis kunnen blijven, dus ook inderdaad in deze woningen. Er wordt al heel wat gedaan. We zien dat 13% van de nieuwgebouwde ook aangepast zijn. Nu vroeg ik me ook af, hoe zit het met de renovatie? Als men nu appartementen renoveert of huizen renoveert, wordt daar ook al gekeken naar toegankelijkheid? Want mij lijkt er eigenlijk niks mis mee. Wij zeggen dat al heel vaak. Waarom kan niet gewoon elke woning, en dat is niet alleen een sociale woning, maar gewoon elke woning, een deur van 1 meter hebben, of je daar nu woont als alleenstaande ouder, of je woont daar als ouder of als persoon met een beperking. Op zich maakt dat niet uit, maar voor die persoon met een beperking is dat wel een meerwaarde natuurlijk. Hè. Voldoende ruimte in badkamers is niet, omdat die er al is, hè, dat dan ook al volledig moet geïnstalleerd worden met een stoeltje in een douche en eender wat. Dat zijn kleine aanpassingen, maar ik vind het wel belangrijk dat daar oog voor is bij inderdaad bij nieuwbouw en binnen renovatie, maar niet doelgroep gebonden. Als we nu gewoon zien dat die woningen al op basis aangepast is, ja, dan gaan we volgens mij toekomstgezien ook veel minder problemen daarmee hebben. En misschien is dat wel iets, Inter werkt daar ook heel veel aan, hè, maar misschien is dat wel iets om mee te nemen. Dus ik denk dat het vooral ook lokaal toch een werkpunt kan zijn om goed te kijken van wat is de vraag, kunnen wij daarop inspelen en waar moeten wij ons nog verder op inwerken. Goed, nog collega's, mevrouw de minister. Ja, dank u. Collega's, ik wil herhalen wat ik eigenlijk in mijn antwoord ook al heb aangegeven. En dat gaat over die 13% aangepaste woningen binnen het nieuw gebouwde patrimonium. Ik weet niet of dat jullie dat beseffen, wat dat is, dat 13%, dat is eigenlijk heel veel. Ik ben absoluut het eens met de filosofie, de mensen worden ouder, mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen, zo laat mogelijk naar een woonzorgcentrum gaan en zo, dus ik ben het daar volledig mee eens. Dus in het kader van levenslang wonen, is die 13% toch echt wel een statement, dat hebben we kunnen realiseren. Als hier collega's zijn die zeggen, die 13% moet nog naar boven, ja, dan is natuurlijk een bijkomende financieringsluim vanuit bijvoorbeeld het FIPA meer dan welkom, en dan wil ik hierover nadenken. Maar natuurlijk voorrang vragen voor allerlei doelgroepen. Op den duur heb je alleen maar doelgroepen en mensen die niet tot een specifieke doelgroep behoren, maar gewoon wel in aanmerking komen voor een sociale woning, die dreigen dan uit de boot te vallen. Ik maak er nu een klein beetje een karikatuur van, maar op die weg zijn we wel aan het opgaan. Hè? Dat we die doelgroep nog voorrang krijgen, die doelgroep, die doelgroep, die doelgroep. Nu, deze specifieke doelgroep, mensen met een beperking of een handicap, daar werken we wel degelijk op. Hè? Dus die 13% van het nieuw gebouwde patrimonium zijn aangepaste woningen. Wat de renovatie betreft, collega Van der Vloed, daar wordt ook elke keer naar gekeken, maar het moet wel technisch natuurlijk wel mogelijk zijn. Ik geef u een zeer simpel voorbeeld. Als het bijvoorbeeld in een klein appartementsgebouw is waar geen lift is, ja, dan moet het mogelijk zijn op de beneden, op het gelijkvloers. Men kan moeilijk iemand in een rolstoel verplichten om met de trap naar boven te gaan. Dus het moet bouwtechnisch mogelijk zijn, maar wij doen dat wel degelijk ook bij de renovaties. Nu, de rol van lokaal bestuur. Ik volg collega Van der Vloed daar volledig in. Ik heb dat ook gezegd, het centraal opleggen van een bepaald percentage dat elke gemeente of stad moet realiseren aan aangepaste woningen, is echt niet goed, omdat de noden niet overal dezelfde zijn. En dan leg je dat bijvoorbeeld, ik zeg ze maar iets, op 5%. En dat in gemeente X is absoluut geen nood, maar ze moeten ze wel bouwen. En terwijl dat ook een meerkost betekent. Collega's, laten we daar wel duidelijkheid over geven. En in andere gemeenten hebben ze misschien meer nodig. Dus laten we alsjeblieft die lokale besturen in samenwerking met andere actoren, welzijnsactoren, met de SAM's zelf beslissen in welke soort van woningen, al dan niet aangepast, zij willen investeren, natuurlijk afhankelijk van de noden die er zijn. Ja, mevrouw Moerenhout,
U begon dan ook nog eens in het algemeen over de wachtlijsten. Ik ga niet alles herhalen. We kennen elkaars antwoord en elkaars vragen al. Dat is een goede zaak dat je al zo lang samenwerkt en elkaar al een beetje begint te kennen. Ik kan natuurlijk ook wel niet anders, gelet op uw opmerkingen, dan nogmaals te verwijzen naar mijn recordinvesteringen van, in sociale huisvesting van bijna 4 miljard. U hebt dat ook erkend dat dat zeer goed was. Waar ik het dan wel nog altijd moeilijk mee heb, maar dat is natuurlijk het volste recht van uw partij om als oppositiepartij u zo op te stellen. Maar uw betoog dat u daarnet hebt gehouden, strookt in mijn ogen niet echt met jullie houding die jullie hebben aangenomen als partij tegen de tijdelijke contracten. En ook wat de onderbezettingsvergoeding betreft. Bij de alle twee hebt u niet voorgestemd. En dat vind ik zeer vreemd. Ik ben nog altijd van oordeel dat die sociale woningen die wij bouwen, moeten terechtkomen en die we hebben, moeten terechtkomen bij die mensen die het echt nodig hebben. En dat zijn niet altijd de mensen die er nu in zitten. Vandaar het invoeren van die tijdelijke contracten en die onderbezettingsvergoeding. Mevrouw Moegenhout, u heeft het laatste woord. De laatste is een beetje flauw, mevrouw de minister. U weet dat wij voorstander zijn van tijdelijke contracten. Het was voor... we hebben onthouden, omdat er andere artikels ook in stonden. Maar goed. Aan de N-VA-experten. Ja, lokaal heeft een belangrijke rol, hè. Dat heb ik hier niet gezegd, hè. Alle vertrouwen de ervaring, de expertise en inderdaad vooral het inzicht van die lokale besturen. Dus lokale besturen hebben zeker een rol. Maar als er iets is dat ik de voorbije 5 jaar iets te vaak heb gehoord, is we schuiven het door naar de lokale besturen en zij zullen het wel regelen. Ik wil hier gewoon aanhalen dat ook in deze de verantwoordelijkheid van de lokale besturen geen excuus mag zijn om de verantwoordelijkheid van Vlaanderen niet op te nemen. Vlaanderen mag zijn handen daar niet aftrekken. En ik denk wel dat differentiëren, maar differentiëren naar gelang armoederisico, dus dat wil niet zeggen in heel Vlaanderen een bepaald percentage opleggen, nee. Dat wil zeggen dat je lokaal gaat kijken waar ligt de grootste nood in zaken armoederisico en hoe kan je daar het best op inzetten. Dat is een ondersteuning dat lokale besturen graag zouden hebben vanuit Vlaanderen, hè. Ik denk dat elke hulp welkom is, dat die lokale besturen ook graag partners hebben om die grote sociale... sociale uitdagingen aan te pakken. Dus dat is mijn pleidooi. En mevrouw de minister, ik ga akkoord, dat heb ik ook in het begin gezegd, die 13%, dat is een straffe inspanning. Zeker als je ziet wat er voor 2014 is gebeurd. Dus dat wil ik niet aan tenue doen. Maar als we dan het breder kader kijken, dat er meer dan 16.000 kandidaathuurders aan het wachten zijn, ja, dan is dat toch ook een niet te negeren cijfer, een niet te negeren uitdaging. En tot slot wil ik misschien mijn pleidooi herhalen, want wat is natuurlijk het grote probleem? Dat is die mensen die aan het wachten zijn, dat op die huurmarkt zitten, die private huurmarkt, daar kosten hebben, extra kosten omwille van hun beperking, maar ook sowieso al kosten, die zij niet kunnen dekken, die zij niet kunnen dragen. En waardoor je ziet dat zij in armoede belanden. En die huurders met een beperking, die hebben ook extra armoederisico. Dus er zijn nog meer dan het gemiddeld aantal Vlamingen dat al hoog is, die in armoede belanden. Op die private huurmarkt. En daar denken wij als partij in afwachting van een aangepaste sociale woning, al dan niet aangepaste sociale woning, dat een huurtoelage zin kan hebben, dat je vanuit de overheid eigenlijk de kandidaathuurders die niet op het einde van de maand niet rondkomen, om die te gaan steunen met een toelage, zodat zij niet 4 jaar moeten wachten op zijn toelage, maar dat kan vanaf dag 1. Goed, dank u wel. Collega Moerenhout, we gaan even over naar de zesde vraag om uitleg. Dat is een vraag van collega Hostekind aan mevrouw de minister over de onderbezettingsvergoeding in de sociale huisvesting. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, we hebben een goed jaar geleden hier al eens de discussie over de onderbezettingsvergoeding gevoerd. Nu is het zo dat sinds maart vorig jaar die onderbezettingsvergoeding effectief is ingevoerd. Dat men een onderbezettingsvergoeding, een vergoeding, een boete kan aanrekenen van zodra een sociale huurder meer dan 2 extra slaapkamers heeft dan er bewoners zijn. En zo is er dus voor een alleenstaande een onderbezetting vanaf 3 slaapkamers. We zijn natuurlijk allemaal voorstander van een zo rationeel mogelijke bezetting van sociale woningen. We vinden allemaal dat sociale woningen zo efficiënt mogelijk moeten worden ingezet. Maar in caso is het zo dat de huurders ook kunnen worden slechts gesanctioneerd van zodra dat ze eigenlijk 2 maal een aangepast aanbod hebben geweigerd. Een aangepast aanbod dat bovendien in een straal van 5 kilometer ligt en
waarvan het totaal aan kosten en lasten niet hoger ligt dan de woning dan ze, die ze dienen te verlaten. Voor mensen die in een nieuw contract zitten, de tijdelijke huurcontracten, we gaan de discussie hier niet voeren, ook daar kennen we elkaars standpunt, mevrouw de minister, is het zo dat men telkens een contract heeft van 9 jaar en dat men kan, indien men een aangepast aanbod weigert, eigenlijk die huurcontract kan worden stopgezet. Voor degenen die in het andere geval zitten, de huur of de overbezettingsvergoeding, is het zo dat er een onderbezettingsvergoeding is van €31 per overtollige slaapkamer. Nu zijn daar 3 uitzonderingen op bepaald. In het geval van een renovatieplanning, in het geval van bezoekregeling voor kinderen over wie men een bezoekrecht heeft, of in het geval van ADL-woningen. En had ik een aantal vragen, mevrouw de minister, of er ondertussen, we zijn bijna een jaar verder, of er ondertussen, of u al zicht geeft op een eventuele evaluatie, of als er al een bevraging is gebeurd bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Ik herinner mij dat we hier bij de discussie toen eigenlijk zeiden van ja, er is geen voorgaand overleg geweest met de sector. Heeft u gezegd van ja, kijk, dat overleg dat komt er zeer spoedig. Dus is mijn vraag, mevrouw de minister, wat zijn de bevindingen daarvan als dat gesprek, dat overleg intussen heeft plaatsgevonden? En dan, ik zei het daar straks al, er zijn 3 uitzonderingen bepaald op de onderbezettingsvergoeding. U bereikte mij eigenlijk vanuit de sector ook een vraag van ja, is het eigenlijk niet wenselijk dat je mensen die 65 plus zijn, die dus eigenlijk misschien al een heel leven lang op dezelfde plaats wonen, dat je ook voor hen een uitzondering zou instellen omwille van het feit dat die misschien al vergaande renovaties of verbeteringen hebben aangebracht aan de woning en voor hen die vertrouwde woonomgeving misschien een stuk belangrijker is, ook naar sociale cohesie, ook naar het een spilfiguur zijn in de buurt. Dus vandaar deze bijkomende vraag, mevrouw de minister. Mevrouw de minister. Dank u, meneer de voorzitter. Collega Hostekind, wat uw eerste vraag betreft, of een deel althans ervan, een evaluatie, ja, u zegt zelf, het is nog niet zo lang in voegen, dus voor een evaluatie, denk ik, is het nog te vroeg. Op basis van de informatie die de SAM's jaarlijks moeten bezorgen aan de VMSW is er in 2017 in 1 geval een onderbezettingsvergoeding aangerekend. Dat is natuurlijk zeer logisch, gezien de regeling nog maar pas in voegen is vanaf 1 maart 2017. En er ook nog eerst 2 valabele aanbiedingen in dezelfde buurt met dezelfde huurprijs, huurlasten in een straal van 5 kilometer moeten aangeboden worden. Dus voor 2018 heb ik nog geen cijfers. Ik kan u wel meegeven, collega's, dat die eind april zullen beschikbaar zijn. Daarnaast moet de SAM in het intern huurreglement vermelden op welke wijze de onderbezetting zal aanpakken. Dus de SAM heeft daar in deze ook wel heel veel vrijheidsgraden in. De afdeling toezicht van het agentschap Wonen Vlaanderen heeft de opvolging van die verplichting opgenomen in het project basistoezicht sociale huur voor 2018. En op basis van die resultaten die ik in de loop van de maand maart verwacht, zal ik een evaluatie kunnen maken van dat aspect van deze maatregel. Uw tweede vraag is, zou het niet billijk of wenselijk zijn om een leeftijdsgrens in te stellen voor de toepassing van de onderbezettingsvergoeding, zodat huurders vanaf de leeftijd van bijvoorbeeld 65 jaar in hun huurwoning kunnen blijven wonen? Ja, hier voorafgaandelijk wil ik toch ook wel zeggen, wat ik daarnet heb gezegd tegen mevrouw Moerenhout, ik ben ervan overtuigd dat die sociale woningen moeten terechtkomen bij mensen die het meest nodig hebben. En ik vind ook dat de sociale woningen die voorhanden zijn, ook moeten beantwoorden aan de bezitting of het gezin of de alleenstaande die in een sociale woning komt. Dus ik vind dat zeer belangrijk dat we dat doen. U kent ook heel veel voorbeelden. En ik heb natuurlijk ook wel begrip mensen die al quasi hun ganse leven in dezelfde sociale woning hebben gewoond. Want dit gaat allemaal over collega's, dit gaat over de reeds bestaande contracten voordat de tijdelijke zijn ingevoerd. Maar dat weten jullie wellicht allemaal. Maar voor de duidelijkheid wil ik dat toch nog wel eens benadrukken. Dus ik heb ook wel begrip enerzijds dat het niet leuk is om te moeten verhuizen.
Maar per slot van rekening kennen we toch allemaal van die voorbeelden van mensen die sociale woning hebben gehad, die 4 kinderen hadden, 3 kinderen, voldoende slaapkamers, al de kinderen zijn het huis uit en die zitten in een huis met 3 of 4, soms 5 slaapkamers die eigenlijk ja, niet gebruikt worden tenzij dat de kleinkinderen eens komen slapen. Terwijl dat we dan ook, en mevrouw Moerenhout zegt dat ook terecht, wel mensen hebben die nood hebben aan grotere woningen die op de wachtlijst moeten blijven staan. Dus dat vind ik toch wel zeer belangrijk en een zeer belangrijke nuance om in dit debat ook in te brengen. Nu, om in te gaan op een concrete vraag, ik heb toch al wel een deel geantwoord, denk ik, maar ook hier kan de SAM in kwestie, heeft die een vrijheidsgraad om al dan niet bepaalde zaken toe te passen. Maar ik wil ook nog de doelstelling van het instellen van een onderbezettingsvergoeding en het niet verlengen van de tijdelijke overeenkomst als een woning onderbezet is, ook wel nog eens even toelichten. In het Vlaams regeerakkoord, los wat ik daarnet heb gezegd van de filosofie, de juiste woning brengen bij de juiste kandidaat-huurder. In het Vlaams regeerakkoord werd er ook bepaald dat er moest ingezet worden op een betere bezettingsgraad van het bestaand woonpatrimonium, natuurlijk ook van het bijkomend, dat we gerealiseerd hebben en nog gerealiseerd wordt, patrimonium. En we stelden immers vast dat er toen geldende regelgeving geen dwingende maatregelen waren om huurders die te ruim woonden, dus het voorbeeld van de ouders waar de kinderen uit het huis zijn met 4, 5 slaapkamers zitten, of te laten verhuizen naar kleinere woningen, zodat gezinnen op de wachtlijst in die ruimere woning zouden kunnen instromen. Dus die regelgeving of die dwingende maatregelen, die waren er niet, die bestonden niet. Het aanrekenen van een onderbezettingsvergoeding of het niet verlengen van de tijdelijke huurovereenkomst werd als oplossing naar voren geschoven, zoals u weet. Aan die maatregelen werden uiteraard wel voorwaarden gekoppeld die te maken hebben dat het evenwichtige maatregelen zijn. Zo moet de huurder tot 2 maal toe, zoals ik daarnet ook al heb gezegd, een valabel aanbod in dezelfde omgeving, dus binnen een straal van 5 kilometer, met maximaal dezelfde huurprijs, mag ook minder zijn natuurlijk, en de huurlasten hebben geweigerd. De SAM zal bij de aanpak van de onderbezetting ook rekening kunnen houden met de kenmerken van zijn patrimonium, de kenmerken van de kandidaat huurders op zijn wachtlijst en de druk op bepaalde woningmarktsegmenten. Hij zal op basis daarvan beslissen of er een noodzaak tot verhuis is en of hij een aanbod gaat doen. Dus dat bedoel ik eigenlijk met de vrijheidsgraad die een SAM in kwestie ook heeft. In regio's waar de vraag naar kleine sociale huurwoningen bijvoorbeeld erg groot is, kan de verhuurder bepalen welk segment van de zittende huurders binnen welke tijdspanne in aanmerking komt om te verhuizen, zonder te moeten vrezen voor verdringing van de kandidaathuurders op de wachtlijst die nog geen sociale huurder zijn. Het stimuleren van verhuisbewegingen past ook in het woonbeleidsplan Vlaanderen, waarin gepleit wordt om woonmobiliteit te faciliteren. Het komen tot een soepelere woonmobiliteit maakt bovendien deel uit van het toekomstbeeld van slim wonen en leven. En een leeftijdsgrens instellen waarvoor de regeling niet zou gelden, is in die context niet te verantwoorden. Mevrouw Holstekind. Ja, dankjewel, mevrouw de minister. Ja, stimuleren van verhuisbewegingen, het efficiënt inzet van sociaal woning, ik denk dat we daar allemaal voor zijn. De vraag is natuurlijk, hoe kan je dat op een efficiënte manier doen? En eigenlijk was mijn vraag daardoor geïnspireerd. Hè. Als je mensen hebt, 65 plus, met ze een vergoeding of een boete op te leggen, ja, dan heb je die woning nog daarvoor niet ter beschikking. Mensen kunnen zeggen, oké, ik ga dat betalen, die 31 euro per kamer, en dan is dat patrimonium nog niet efficiënt ingezet. Ik denk dat we die discussie voor in het verleden reeds hebben gevoerd. Een vergoeding is niet de efficiëntste manier, of is geen sluitende manier, om effectief ervoor te zorgen dat die woningen op een rationele manier zijn bezet. Vandaar ook mijn vraag, mevrouw de minister. U zegt van, ja, eind april gaan we meer cijfers daarover hebben. U zegt, er is al 1 keer een onderbezettingsvergoeding toegepast. Dan inspireert mij dat meteen tot de volgende vraag van, ja, welk effect verwacht u daar eigenlijk van? Als u zegt, van, er is nog maar 1 keer toegepast in dat jaar, hè, hoeveel mensen zijn dan eigenlijk al aangeschreven om te zeggen van, u woont daar eigenlijk in een woning die te groot is. We zouden eigenlijk willen dat u verhuist. En kijk, we hebben hier een aangepaste woning voor u binnen de straal van 5 kilometer en zonder bijkomende kosten daarvoor. Dus mijn
mijn vraag is een beetje van, in hoeverre is dat eigenlijk al toegepast, dat systeem van om te zeggen aan mensen, alsjeblieft verhuist, los van het feit dat nog geen boete is opgelegd, maar hoeveel keer heeft men dat vandaag al gedaan, wetende dat, en dat zijn uw cijfers, dat vandaag 15.000 mensen in zo'n onderbezette woning wonen, en dat er dus eigenlijk 15.000 alternatieven zouden moeten worden aangereikt aan die mensen die vandaag niet in de meest rationeel bezette woning wonen als mogelijk. Dus mijn vraag is vooral, mevrouw de minister, om samen te vatten, welk effect verwacht u van deze maatregel? En hoeveel keren is dat vandaag al toegepast, los van het feit dat er geen boete is opgelegd? Ja, wat is daar eigenlijk al gebeurd om ervoor te zorgen dat die rationele bezetting eigenlijk zou worden kunnen gestimuleerd vandaag? Goed, collega's, wie wil er graag aansluiten? Ik zie collega Anseeuw. Collega Anseeuw. Wel kort, de onderbezettingsvergoeding. Ik heb daar de voorbije jaren vaak voor gepleit en uiteindelijk is die dan ook ingevoerd. En ik hoor collega Hostekin zeggen dat dat wat haar betreft niet de meest efficiënte maatregel is. En twee, dat ze ook niet altijd als evenbillig zou worden ervaren door diegene die er door zou kunnen worden getroffen. Het is natuurlijk een belangrijke nuance. Eerst krijgt men wel de keuze tot twee maal toe om binnen, denk ik toch een aanvaardbare straal van 5 kilometer, een andere welgepaste woning te betrekken. Het is pas wanneer men twee keer dat aanbod naast zich neerlegt, dat die onderbezettingsvergoeding kan worden aangerekend. Dat betekent eigenlijk dat we op dat ogenblik echt wel rekening houden met wat mensen willen, meer nog. Ze kunnen inderdaad die keuze maken. En ik denk dat het zeer billig is dat ze tot twee keer toe een gepast aanbod krijgen. Dat is 1. 2. Als we natuurlijk enkel oog zouden hebben voor de beleving van een aantal mensen die zeggen, ja goed, binnen een straal van 5 kilometer verhuizen, ik wil dat echt niet. En die onderbezettingsvergoeding betalen, ik wil dat eigenlijk ook niet. Dan betekent dat dat we aan alle andere wachtenden, en zo zijn er nogal wat, eigenlijk zeggen, trekt uw plan. Ik denk dat dit een zeer pragmatische en goede oplossing is. Want enerzijds, we houden rekening met de schaarste van die sociale woningen. Het is al vaak gezegd, en ik zal het nog eens zeggen, de voorbije jaren is er nooit meer geïnvesteerd in de renovatie en de nieuwbouw van een sociaal woningaanbod als ooit tevoren. Met andere woorden, daar zal het niet aan liggen. Maar goed, die inhaaloperatie die haal je niet in enkele jaren op. Maar intussen tijd kunnen we het ons niet veroorloven om die vele wachtenden met een kluitje in het riet te sturen, omdat we rekening moeten houden met de diepste zielenroerselen van een aantal mensen, terwijl we dat eigenlijk wel op een billijke manier al doen. Dus ik denk dat dit een zeer pragmatische, goede maatregel is. En we moeten het effect ervan evalueren. Maar de indruk wekken dat we geen rekening houden met de belangen en de beleving van de huurders vandaag, ik denk dat dat een foute indruk wekken is. We doen dat zeker wel. Ik zeg het, tot twee keer toe krijgt men een passend aanbod binnen een aanvaardbare straal. Ik denk dat dat meer dan menselijk genoeg is ten aanzien van de huidige huurders, maar ook ten aanzien van die huurders die wachten op een geschikte woning. Goed, dank u wel, collega. Als niemand anders wilt aansluiten, geef ik graag het woord aan mevrouw de minister. Ja, dank u wel. Ik denk, collega's, dat we allemaal voorstander zijn van de rationele bezetting. Ik ga er toch vanuit. Ik heb geen tegengeluiden gehoord. Nu, de SAM's hebben natuurlijk wel gevraagd om ook een stok achter de deur te krijgen om naar die rationele bezetting te kunnen gaan. En één stok achter de deur is inderdaad die onderbezettingsvergoeding. Natuurlijk, mevrouw Hoskind, de situatie die u schetst van mensen die een onderbezettingsvergoeding betalen en dan ook niet weggaan uit hun huis, maar gewoon betalen. Ja, dat is natuurlijk omwille van het feit dat we juridisch niet kunnen inbreken op lopende contracten. Dat is nu eenmaal de consequentie. Dat gaat niet. Dat kan. Zouden we dat gedaan hebben, dan zouden we de Raad van State, denk ik, brandhout gemaakt hebben van onze maatregel. Dus vandaar dat wij een onderscheid hebben gemaakt tussen reeds lopende contracten, waar de onderbezettingsvergoeding, en dan bij nieuwe contracten het invoeren van de tijdelijke contracten. Dat is de reden, puur juridisch. Maar u hebt daar een punt. Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met wat juridisch mogelijk is en wat juridisch absoluut niet mogelijk is. Maar ik kom uit, meneer de voorzitter, dat iedereen hier absoluut voorstander is van de rationele bezetting van al onze sociale woningen. En dat is goed. Mevrouw Hoskind. Afsluitend, dat was de reden waarom ik vroeg, mevrouw de minister, naar welk effect dat u daarvan verwachtte. Ik ga ervan uit dat we dat gaan horen bij een verdere evaluatie. Ik zal dat inwachten, eind april, heeft u gezegd. Dus vandaar mijn vraag ook van, ja, in hoeveel keer van die 15.000 gevallen heeft men effectief een alternatief voorgesteld? Want daar gaat het natuurlijk over. Als er 15.000 mensen zijn die vandaag in een onderbezette woning wonen, moeten er 15.000 alternatieven worden gezocht.
heeft men die vandaag? Kan men me zomaar zeggen van kijk, we gaan u een alternatief aanbieden? Dus dat zou ik eigenlijk heel graag eens weten. Dus ik kijk uit naar de cijfergegevens daaromtrent. Ik ga ervan uit dat u die ook spoedig zal hebben, aangezien de regeling dan bijna een jaar in werking zal zijn. Dank u wel. Dank u wel, collega's. Dan gaan we over naar punt 7 op onze agenda. Dat is het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid. En daar zijn we voor op zoek naar een verslaggever. Ik zie verschillende handen. Meneer De Kort. Collega Katrien Partika. Mevrouw Partika, mevrouw Van der Vloed. Collega Anseeuw zou ik willen aanduiden. En collega Anseeuw. Ja, en oppositie. Mevrouw Moerenhout. Mevrouw Hostekind voor. En mevrouw Hostekind met 3, dat moet lukken. Voor zo'n belangrijke. Zeer goed. Minister, ik geef u graag het woord voor de toelichting. Ja, collega's, ik ga ervan uit dat jullie het decreet hebben gelezen, of althans de memorie van toelichting, dat het heel duidelijk is. Wat zijn nu de krachtlijnen van het ontwerp van het decreet dat vandaag voorligt? 1. De definitie van gemeenschappelijk wonen is opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Deze definitie werd overgenomen uit het onderzoeksrapport Gemeenschappelijk Wonen van het Steunpunt Wonen. Er zijn hier ook al heel verschillende collega's geweest die daar vragen hebben over gesteld. Dus dat is nu ook opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Er is ook een nieuw kader bescheiden wonen. De SAM's kunnen niet langer bescheiden koopwoningen of kavels verwerven, verwezenlijken of vervreemden. Natuurlijk, en dan kijk ik specifiek eventjes richting collega De Kort. Ik heb dat vorige keer ook al gezegd. De projecten die in de pijplijn zitten, mogen nog wel netjes afgewerkt worden. Dus daar hebben we niet aan getornd. Dus door het afschaffen van de subsidies voor sociale koop is het onderscheid tussen sociale koop en bescheiden koop immers zo goed als verdwenen. En bescheiden huurwoningen worden dan in dit ontwerp van decreet doorstroomwoningen voor personen die zich tijdelijk in een bijzondere en of moeilijke situatie bevinden. Dan een derde krachtlijn is de indeling in de huurderscategorieën die aangepast is. Wat zei het onderzoeksrapport? Dat de huidige indeling in de huurderscategorieën wordt door de actoren als zeer complex aangevoeld en er worden foute verwachtingen gecreëerd voor de huurders van categorie C. Wat zijn de huurders categorie C? Ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Dat is bijvoorbeeld een zoon of dochter die bij de ouders woont en die in het verleden of in de huidige toestand, tot dit decreet gestemd is, ook mee moest tekenen. En op die manier gaf je eigenlijk ook wel valse verwachtingen aan die persoon in kwestie, omdat die natuurlijk ook het huurcontract mee had ondertekend. Dus daar heb ik ook komaf mee gemaakt. Voortaan ondertekenen enkel de huurders met eigen woonrecht het huurcontract. Dat zijn dus de vroegere huurders categorie A en B, dus niet meer C zoals ik daarnet heb uitgelegd. En ook bij de toetsing van het inkomen wordt enkel rekening gehouden met de inkomens van de huurders met woonrecht, maar bij het berekening van de huurprijs wordt dan wel alle inkomens, dus ook de inkomens van de al dan niet inwonende, alleen, ze moeten inwonen natuurlijk, de inwonende kinderen meegeteld. Dan een vierde krachtlijn is dat de type huurovereenkomst, de schabloon huurcontracten bij het kaderbesluit sociale huur zullen zijn. Wat zei het onderzoeksrapport? Het werkveld signaleerde dat de huurovereenkomsten kampen met een probleem van complexiteit. Bijgevolg zouden de overeenkomsten nauwelijks worden gelezen en zou de informatieve waarde zeer beperkt zijn. Nu, die worden herleid tot de essentie om de verwarring over de toepasselijke regels voor de huurder te vermijden. En de toelichting op maat van de huurder wordt ter beschikking gesteld en ook actueel gehouden bij wijziging van de regelgeving. Dan de vijfde krachtlijn is het aanpassen van de verhuurdersverplichtingen. We verwijzen naar de verhuurdersverplichtingen uit het Vlaams woninghuurdecreet, die ook gelden voor de sociale verhuurders. Ik heb het dan over de leveringsplicht of de staat van het goed bij aanvang van de huurovereenkomst. Ook de verplichting het rustig genot te kunnen verzekeren. Ook de onderhouds- en herstellingsverplichting. En dan is er nog een bijkomende verhuurdersverplichting toegevoegd. Namelijk dat de verhuurder het OCMW moet verwittigen als hij de overeenkomst wil opzeggen omwille van een tekortkoming van de huurdersverplichtingen. Tot op de dag van vandaag was dit beperkt tot situaties van wanbetalingen. Maar ik denk dat dit ook kader in het kader of kan kader in preventie tot het
uithuiszetting. Dus dat het zeer goed is dat de SAM de OCMW's verwittigen op voorhand als er, dat er een tekortkoming is wat de huurdersverplichtingen betreft. Dan ten zesde zijn er natuurlijk ook aanpassingen gebeurd aan de huurdersverplichtingen. Er wordt ook verwezen naar de huurdersverplichtingen die zijn opgenomen in het Vlaams woninghuurdecreet, die dus ook zullen gelden voor de sociale huurder, namelijk de onderhouds- en de herstellingsplicht, ook het gebruik van het goed als een goed huisvader of goed huizenmoeder, ook de verplichting om een verzekering te sluiten voor brand- en waterschade en de betalingsverplichting van de huurprijskosten en lasten. Daarnaast worden ook nog twee huurdersverplichtingen in dit ontwerp van decreet toegevoegd. De huurder van een sociale assistentiewoning moet instemmen met een verhuis naar een meer passende zorgvoorziening als zijn of haar zorgbehoevendheid toeneemt op voorwaarde dat de beheersinstantie dat passend verblijf ook voorziet. En een tweede bijkomende huurdersverplichting is dat de huurder van een sociale assistentiewoning, de zogenaamde ADL-woning, verplicht is om de afspraken die opgenomen zijn in de overeenkomst met betrekking tot de zorg- en dienstverlening na te leven. Dan is er een zevende krachtlijn die gaat over de lokale toewijzingsreglementen. Dus voorafgaand goedkeuringstoezicht wordt vervangen door vernietigingstoezicht. Administratieve totstandkomingsprocedure wordt dus aanzienlijk verkort. De minister beschikt over 35 kalenderdagen, eenmaal verlengbaar met 15 kalenderdagen, om het lokaal toewijzingsreglement geheel of gedeeltelijk te vernietigen als het in strijd is met wetten, decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan of het algemeen belang. Dus de autonomie van de lokale besturen, collega's, wordt in deze absoluut versterkt, maar het blijft natuurlijk wel nog altijd controle mogelijk vanuit het beleidsveld wonen. Is ook een uitvoering, collega's, van de afspraken die gemaakt zijn in de paritaire commissie decentralisatie. Dat was een van de aanbevelingen, dus dat hebben we ook gedaan. Een voorlaatste krachtlijn is de gegevensuitwisseling. Dus het inschrijven van een wettelijke basis is gebeurd om een gegevensuitwisseling over kandidaten huurders tussen sociale verhuurders mogelijk te maken in het context van het mogelijk opleggen van begeleidende maatregelen. Er worden ook, wat gegevensuitwisseling betreft, garanties ingebouwd voor de kandidaat huurder. Bijvoorbeeld, de kandidaat huurder kan mondeling of schriftelijk worden gehoord en dan aan een andere verhuurder moet informatie met stavingstukken worden aangetoond. En dan een laatste, collega's en meneer de voorzitter, is de suppletieve werking van het gemene huurrecht, het woninghuurrecht, namelijk artikel 97. En de bepalingen die opgenomen zijn in het algemeen huurrecht, het Vlaams woninghuurdecreet, worden niet herhaald in de sociale huurreglementering. Is een vereenvoudiging en een wetsmatiging van de sociale huurreglementering. Alleen als een specifieke regeling noodzakelijk is, zal ze in de toekomst nog worden opgenomen. En dan denk ik, meneer de voorzitter, dat ik de belangrijke krachtlijnen van dit decreet heb toegelicht. Dank u wel, mevrouw de minister. Dan openen we de algemene bespreking van dit decreet. Wie vraagt daarover het woord? Collega's, mevrouw Hostekind, mevrouw Partica en meneer Anseeuw. Dat is, ik moet altijd even wachten tot iedereen opgewarmd is. Maar, en mevrouw Moerenhout. Ja, dat is goed. Mevrouw Hostekind. Ja, dankjewel, mevrouw de minister. Ja, het is een decreet met verschillende bepalingen, uiteraard. Wat het altijd... Wat altijd maakt dat je wat meer op je hoede moet zijn, omdat daar dat soms de dingen wat... ik vind dat altijd wel. Ik vind dat altijd, altijd een beetje kijken. Maar nee, ik ben niet achterdochtig, verre van, mevrouw de minister. Ik denk dan, ja, zo'n vereenvoudiging, dat is zo mooi. Dat zou eigenlijk wel in een apart decreet mogen. Maar dat wordt dan ondergebracht in een beetje een verzamelde decreet, maar zwart. We zijn er natuurlijk allemaal voor. Ik denk dat het een goede zaak is als je inderdaad een aantal vereenvoudigingen kunt doorvoeren. En wat u aanhaalt is natuurlijk zeer terecht. Hè. In de loop der jaren zijn heel veel zaken erbij gekomen. Heeft men een aantal zaken omwille van nieuwe noodzaken die er waren, nieuwe noden die er waren, moeten aanvullen. En heeft het misschien op die manier ook wel wat complexer gemaakt. Dus zeer zeker zijn wij voorstander voor die vereenvoudiging. Maar als ik dan zie wat uit het onderzoek van het steunpunt naar voren
voren kwam, ja, daar waren toch ook wel wat meer ingrijpende wijzigingen voorgesteld. Als ik zie wat men het steunpunt wonen dan heeft geconcludeerd, dan denk ik van, ah, goh, ja, zeer goed dat je dat doet, die vereenvoudiging. Maar het mocht toch wel wat meer zijn. Een aantal pistes die naar voren zijn gebracht, die er eigenlijk konden ze voor zorgen dat er een echte ommezwaai was, dat er een echte voelbaar resultaat was voor wat betreft die vereenvoudiging. Ja, die zien we hier, die vinden we hierin niet meer terug. Een aantal pistes, zoals bijvoorbeeld het centrale inschrijvingsregister, de verdere automatisering, die zijn allemaal niet meegenomen hierin. Dus dat is toch wel een beetje een gemiste kans op dat vlak. Het is een goede eerste stap wat betreft die vereenvoudiging, denk ik. Maar er is wel nog wat werk aan de winkel als het daarover gaat. Een tweede zaak is natuurlijk heel het verhaal rond de eigendomsvoorwaarden. We hebben ook die discussie hier al eens gevoerd, de eigendomsvoorwaarden, waarvan wij hebben gezegd van dat is eigenlijk geen goede zaak om die zo strikt door te gaan voeren, zodat je eigenlijk in situaties komt die nog moeilijk hanteerbaar zijn. Ik ga niet de hele discussie herhalen, maar ik herinner u aan de krantenkoppen die u ongetwijfeld ook heeft gezien. 3000 sociale huurders met uithuiszetting bedreigd. Die moeten allemaal een brief krijgen om te zeggen, u bevindt zich in een of ander geval van gedeelde eigendom, waarbij u misschien 1/20ste eigenaar bent van een woning die u dan niet kan vervreemden. Ik ga u niet de hele discussie hier opnieuw ten berde brengen, maar er waren allemaal mensen, ik heb u het voorbeeld gegeven van één huisvestingsmaatschappij, waarbij dan 300 mensen moeten worden aangeschreven om te zeggen, u bevindt zich in dat geval. 300 telefoons van verontruste huurders en dan nog een keer 300 brieven om te zeggen van ja, u bevond zich in een geval van onverdeeldheid, maar we zien dat er bij u geen probleem is, dus je mocht gewoon blijven zitten waar dat je zit. Dus ik ga dat niet nog eens te berde brengen, en dat heb ik bij deze dan toch alweer gedaan. Maar nu nogmaals strenger maken daarvan lijkt mij niet een vereenvoudiging, lijkt mij niet een efficiëntere werkwijze. Integendeel, ik denk dat we ons nog meer miserie, nog meer regels op de hals gaan halen die eigenlijk niet, zeker niet de efficiëntie bevorderen. Zeker ook niet de goede werking van een huisvestingsmaatschappij bevorderen. Maar u kent mijn standpunt, ons standpunt, omtrent die eigendomsvoorwaarden. Dus we hadden gehoopt dat u die zou terugschroeven. U doet dat niet. Integendeel, u gaat dat nog wat uitbreiden met recht van erfpacht, opstallen, vruchtgebruik. Dus in die zin, mevrouw de minister, volgen wij u niet. En dan had ik eigenlijk nog wat betreft, want ik heb ook het advies van de Vlaamse Woonraad uiteraard goed gelezen, waar men eigenlijk vraagt van ja, we verstaan eigenlijk niet zo goed dat u dan niet kiest, hè, als je het, we hebben het onderzoek, dat u dan eigenlijk niet kiest voor een voorstel van ingrijpende herziening, die wijzigingen op het vlak van inschrijving, toewijzing, schrapping en zo combineert op dat moment. En tegelijkertijd gaat u dan eigenlijk wel zaken, verbetervoorstellen opnemen of voorstellen opnemen die niet uit dat evaluatieonderzoek komen, zoals die wederinhuringsvergoeding en dergelijke. Dus ik had ook wel graag eens de motivatie en het antwoord daarop gekend, op die vragen die daar worden gesteld. Wat betreft de bescheiden huur, ja, had ik eigenlijk veel vragen. Ik vond dat nogal vaag in het algemeen. En ik had op een heel aantal punten een aantal vragen, bedenkingen, dingen die mij niet helemaal duidelijk waren bij de lezing. Bijvoorbeeld, ja, dat heet nu bescheiden wonen. Dat ligt niet meer in de term wat men vroeger onder bescheiden wonen verstond. Er staat in het voorstel wordt ervoor over gesproken dat er geen subsidiering tegenover staat. Maar er zal wel een btw van 6% gehanteerd worden. Dat is ook natuurlijk een vorm van overheidssteun. Wat met Europese regels daaromtrent dan? Als men het heeft over personeels- en beheerskosten, ja, dat gaat niet binnen de bestaande equipes gebeuren, denk ik. Dus dat heeft dan ook wel een kost op zich. Dus dat waren vragen die ik mij stelde op het moment er staat van ja, er staat geen subsidiering tegenover, er staat geen kost tegenover, er staat geen vergoeding tegenover. Waren dat zaken die bij mij opkwamen. Ook de verhouding, want als ik het eigenlijk goed versta, dat zijn
tijdelijke woningen. Die zullen worden aangeboden aan mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie zich bevinden. Hè. Er staat daar niet in hoe men dat moet beoordelen. Het is echt sociale huisvestingsmaatschappij, die kan dat eigenlijk autonoom gaan beoordelen wie zich in zo'n situatie bevindt. Ja, dan stel ik mij de vraag, wie gaat er dan eigenlijk in aanmerking komen? Voor wie is dat dan eigenlijk bedoeld? En wat is de verhouding van dit soort bescheiden woningen dan ten opzichte van doorgangswoningen, van woningen die eigenlijk nu vandaag ter beschikking gesteld worden voor mensen in zo'n tijdelijke crisissituatie. Hoe zal zich dat verhouden ten opzichte van elkaar? Hoe zal dat bescheiden wonen, zoals u het vandaag hier in een ontwerp voorstelt, zich verhouden ten opzichte van de doorgangswoningen die er vandaag bestaan? En van waar komt u dan tot een termijn van 6 jaar? Want dat lijkt mij dan eerder weer lang. U zegt van het zijn voor mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie zich bevinden. Waarom, van waar komt dan die termijn van 6 jaar? U zou mij daar ongetwijfeld kunnen op antwoorden waarom u precies voor die 6 jaar heeft gekozen. Nogmaals, verlengd tot 9 jaar. Zijn dat dan eigenlijk niet mensen die we beter van bij het begin, van bij de aanvang, al in een gewone sociale woning zouden onderbrengen? Zijn de bedenkingen die bij mij opkwamen. En wat gebeurt er dan met die huurders na dat bescheiden wonen? Is er dan, hoe ziet u dat dan, het vervolgtraject daarna? Dus dat waren de vragen, mevrouw de minister, waar u waar het voor mij niet zo heel duidelijk was, maar ik ga ervan uit, ben ervan overtuigd dat u mij straks een heel duidelijk antwoord daarop zal kunnen verschaffen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hostekind. Mevrouw Partika. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, voor uw toelichting. Het decreet is op een heel aantal vlakken een stap vooruit in het vereenvoudigingstraject zoals dat geschetst is, zoals dat geschetst is door het steunpunt wonen in zijn studie. De minister heeft de krachtlijnen geschetst, onder andere de definitie van gemeenschappelijk wonen, die een goede zaak is, de definitie van wie huurder is, wie bijwoner is, waar het vorige systeem als te ingewikkeld werd beschouwd. Wij vinden ook erg belangrijk de concrete invulling van het begrip bescheiden wonen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat een versterking is in het arsenaal van de huisvestingsmaatschappijen. Positief over heel de lijn, wat uiteraard niet betekent dat er nog meer stappen te zetten zijn. En we kunnen daarvoor inspiratie vinden in de meer vergaande voorstellen die het steunpunt wonen heeft geformuleerd, of de discussie, de meer institutionele discussie over de vorm van de sociale huisvestingsmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld de evolutie naar een woonmaatschappij. Maar we zijn ervan overtuigd dat we daarover in de toekomst nog intens van gedachten zullen kunnen wisselen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Partika. Collega Moerenhout. Bedankt, voorzitter. Ja, inderdaad, vereenvoudiging, daar kan niemand tegen zijn, denk ik. Zeker niet de vereenvoudiging van het kaderbesluit sociale huur. Dus vereenvoudiging, dat is positief, kostefficiënter, transparanter voor alle betrokkenen. Mijn collega heeft het al aangehaald dat het op zich niet zo ingrijpend is, de vereenvoudiging. Het feit dat het een beetje ambitieuzer had gemogen, ondersteunen wij dan ook. Mijn collega van SPA heeft ook al een aantal vragen over bescheiden huur gesteld die ik ook wel ondersteun, dus ik ga ze niet herhalen. Dan, wat wilde ik nog graag meegeven? Ik denk dat de huurderscategorieën, het feit dat die veranderd zijn en eenvoudiger worden, want dat was wel vrij complex, dat dat een positief gegeven is. Mijn zinzien gaat dat ook de rechtszekerheid van de betrokkenen te goede komen en minder administratieve lasten. Daarnaast is er een punt over de inschrijvings- en de toelatingsvoorwaarden met betrekking tot echtgenoten of wettelijke samenwoners, hè, die na aanvang van de huurovereenkomst komen bijwonen. En dan na eigenlijk een verloop van 1 jaar tijd worden de inkomensgrenzen opnieuw bekeken en kan er gezien worden of die huurwoning nog verhuurd kan worden of niet. Daar heeft de Vlaamse Woonraad denk ik een heel terechte opmerking gegeven. In zaken, zij vragen zich af of 1 jaar misschien niet te beperkt is, gezien de maatschappelijke context, en ik citeer, en het wijzigend duurzaam karakter van relaties. Ik denk alleszins dat dat een legitieme vraag is die ik wel ondersteun. Dus ik had daar misschien graag ook de mening van de minister over gehoord. Wat betreft daarnet het feit dat dit misschien een eerste stap is, dat er nog meerdere stappen mogelijk zijn.
Had de woonraad de vraag gesteld of de minister zelf nog volgende stappen in het achterhoofd had? Of is dit gewoon de stap en geen eerste stap? Dan, wat betreft het toewijzen aan bijzondere doelgroepen. Dus de bedoeling is om daar te vereenvoudigen en eigenlijk in één fnuik te krijgen. Maar hoe dat vandaag vereenvoudigd is, bestaan er nog steeds verschillende wegen naast elkaar om die weg te vinden. En daar is de vraag of er niet nood is aan nog meer vereenvoudiging. Dus dan kom ik eigenlijk een beetje terug op die nog meer ambitie. Wat betreft de huurovereenkomst, die is vandaag complex, die wordt amper gelezen, geven de mensen ten velde aan. Dus een toelichting op maat kan daar soelaas aan bieden. Er wordt inderdaad gezegd, pas op, die herstellingsplichting van huurder, verhuurder, brandverzekering, water, dus alles dat er is bijgekomen met dat huurdecreet, geef daar voldoende aandacht aan. Dat is toch ook een signaal dat mij ter oren is gekomen, dat er is heel veel veranderd op korte tijd. Sommige dingen ten goede. Maar het is toch echt wel nodig dat dat ook tot bij de mensen komt, want de regelgeving verandert snel. Het is noodzakelijk dat iedereen mee is in dat verhaal. Dan wat betreft de huurprijs, dus de beperking, de berekening op basis van inkomen van alle inwonenden. Daar geeft de woonraad aan dat de effecten vandaag onduidelijk daarvan zijn en dat de nodige monitoring noodzakelijk is. Nu, als de woonraad dat aangeeft, dan denk ik dat we dat alleen maar kunnen ondersteunen. Dus daar dus de vraag aan u, mevrouw de minister, of u die monitoring effectief gaat opzetten, of er voldoende monitoring zal zijn om inderdaad te zien dat er geen negatieve effecten of ongewenste effecten zijn van deze vereenvoudiging van huurprijsberekening. Dan de vraag over dakloosheid. Het begrip wordt nu geschrapt. Toch in het kaderbesluit sociale huur. En daar is de vraag of die niet best blijvend opgenomen kan worden in het kaderbesluit. Wat betreft de definitie van gemeenschappelijk wonen, dat is dan weer positief dat die wordt ingeschreven. Maar is er ook de vraag om verdere verduidelijking en dan meer bepaald eigenlijk van het aspect beheer door de bewoners. En tot slot misschien nog een algemeen aandachtspunt meegeven. En dat gaat over wat ik daarna ook al kort heb aangehaald, over het feit dat de regelgeving snel verandert. Ik heb recent gehoord dat blijkbaar 3/4 van het aantal aanvragen bij de huurdersbonden gaat eigenlijk vandaag over sociaal wonen. En dat is door die veranderende regelgeving. Dus ik denk dat het belangrijk is dat iedereen daarin mee is. Als ook opnieuw deze kaderbesluit vereenvoudigt en verandert om de geëikte kanalen in te zetten, zodat alle SIM's op alle niveaus mee zijn met die verandering van regelgeving, zodat wat vereenvoudigd wordt, ook eenvoudiger wordt voor de betrokkenen. Dank u wel. Collega Anseeuw. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, u hebt heel kernachtig de krachtlijnen van dit ontwerp van decreet toegelicht. Het gaat over vereenvoudiging, het gaat over meer rechtszekerheid voor betrokken partijen. Maar waar anderen zeggen dat het weinig ambitieus is, wil ik er ook wel op wijzen dat het gaat over het actualiseren van de regelgeving aan een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het nieuw kader voor bescheiden wonen, maar ook verwijs ik naar het voorbeeld van gemeenschappelijk wonen. Dit gezegd zijnde, men met het oog op nog wat meer vereenvoudiging en verduidelijking, heb ik samen met een aantal collega's, collega De Kort, De Vroe, Engelbos, Taaldeman en Hendricks, een aantal amendementen voorbereid, 9 in totaal. En als u het goed vindt, dan zou ik ze nu even kort willen toelichten. Dan liggen ze ineens ook ter bespreking voor. Ik denk dat de amendementen nu net zijn rondgedeeld. Het eerste amendement is eigenlijk een amendement dat voortvloeit uit de deregulering van de sociale koop, waar we eigenlijk zouden kunnen stellen dat het programma voor de bouw van sociale koopwoningen in het investeringsprogramma overbodig is. De bedoeling is dan ook om dat specifieke programma te schrappen. Dat betekent eigenlijk alleen maar dat sociale koop kan worden blijven beleend, maar dat die gewoon, zoals alle andere aankopen die op die manier kunnen worden beleend, worden behandeld. Amendement nummer 2 heeft eigenlijk als gevolg dat er voor bescheiden huurwoningen ook bouwtechnische en conceptuele richtlijnen kunnen worden vastgesteld. Dat moet er eigenlijk voor zorgen dat voor die bescheiden huurwoningen
dat we inzetten op voldoende kwaliteit, zonder dat we het noodloos complex maken. Dat we ook inzetten op voldoende duurzame woningen met een lagere onderhoudskost, wat altijd goed is voor koper en of huurder. Amendementen 3, 4 en 5 moeten eigenlijk samen worden gelezen. Die vertrekken eigenlijk vanuit de vaststelling dat nog niet elk SVK altijd evenveel en voldoende inspanningen levert om haar woonaanbod voldoende uit te breiden. Vandaag is het zo dat van zodra een SVK één woning in huur neemt in een bepaalde gemeente, die gemeente haar exclusieve werkingsgebied vormt. Nu, dat monopolie, wanneer dat gepaard gaat met een weinig ambitieus of dynamisch SVK, betekent eigenlijk dat die gemeente en kwetsbare huurders in die gemeente te vaak verstoken blijven van voldoende huuraanbod in een SVK. En dus met deze amendementen kunnen we ervoor zorgen dat er een groeipad kan worden opgelegd per gemeente aan een SVK. En wanneer dat SVK dat groeipad niet aanhoudt, dan kan de gemeente waar dat SVK actief is worden toegevoegd aan het werkingsgebied van een ander SVK. En op die manier willen we meer dynamiek brengen in die gemeenten wat betreft SVK's waar dat nodig is. Amendement 6 moet eigenlijk samen worden gelezen met amendement 8. Dus eigenlijk veel meer een technische aangelegenheid die de leesbaarheid van het decreet moet verhogen, waarbij we VMSW als dusdanig definiëren. Amendement 7 zorgt eigenlijk voor een decretale basis voor bijkomende of nieuwe financieringsmogelijkheden voor VLAP Invest. En dan het laatste amendement, nummer 9, zorgt er eigenlijk voor dat er een decretale basis wordt gecreëerd waarop er een overlegplatform kan worden opgericht, waarbij zowel SVK's als SAM's inspraak kunnen krijgen in de werking van de VMSW. Goed, collega's, zijn er nog tussenkomsten? Nee. Dan gaan wij ofwel over naar de stemming. Mevrouw Ostekind. Meneer de voorzitter, ik zou gelet op het feit dat we hier 9 amendementen hebben gekregen. Ik ben eerlijk gezegd niet in staat om dat nu allemaal snel te lezen. Dus ik zou eigenlijk voorstellen dat we de stemming tot volgende week uitstellen, zodat wij als oppositie in staat zijn om deze te bekijken en ook ons stemgedrag daarop aan te passen. Ik zal eerst mevrouw de minister nog laten reageren op een aantal tussenkomsten. En dan zal ik antwoorden op uw vraag. Okay. Ja, dank u wel. Collega's, dus we hadden inderdaad meer kunnen doen, maar dat vereerde natuurlijk wel zeer fundamentele debatten over zaken die ook niet geregeld waren in het regeerakkoord. Dus dat is in het huidige regeerakkoord, dus dat kan misschien wel opgenomen worden in het volgende regeerakkoord, maar vandaar dat we het hebben gehouden tot die zaken waar we het allemaal over eens waren en die ook gebetoneerd waren in het regeerakkoord. Nu, mevrouw Hostkind, u hebt eigenlijk heel veel vragen gesteld, u eigenlijk heel simpele antwoorden van kan terugvinden in een uitvoeringsbesluit dat al de eerste keer principeel goedgekeurd is. Dat kunnen jullie ook allemaal inzien op de databank. Dat wordt dan, als dit decreet wordt gestemd, kan dat definitief goedgekeurd worden op de Vlaamse regering. Want ik heb natuurlijk een decretale grondslag nodig om dat uitvoeringsbesluit te kunnen agenderen. Dus als hier gepleit wordt om uitstel van stemming, wil dat ook zeggen dat het uitvoeringsbesluit ook opschuift, dus ik weet niet of dat wenselijk is, maar ik moet mij niet moeien met de regeling van de werkzaamheden. Nu, die termijn van 1 jaar, dus eigenlijk al uw vragen vindt u terug, of antwoorden op uw vragen vindt u terug in het uitvoeringsbesluit. Dan die termijn van 1 jaar, die hier ook ter sprake is gebracht. Ja, wij hebben natuurlijk, dus na 1 jaar wordt de feitelijke partner ook huurder. Officieel. Ja, waarom die termijn van 1 jaar? We moesten er natuurlijk een termijn op kleven. En mijn inziens is 1 jaar toch al wel een basis om tot een min of meer duurzame relatie te komen, meneer de voorzitter. Niet waar? Dus vandaar, daarvoor je naar mij kijken. Ik ben al langer getrouwd. Je moet u ook niet aangevallen voelen.
dan alle inkomsten meerekenen. Dus alle inkomsten, bijvoorbeeld ook van een inwonend kind, die uiteraard zelf inkomsten heeft, meerekenen in de huurprijs. Ja, ik denk dat dat de logica zelf is. Ik kan u ook nog meegeven dat dat ook besproken is. Trouwens, alle aspecten besproken zijn op de ronde tafels met alle stakeholders, die het allemaal roerend over eens was dat dat de evidentie zelf was. En voor de rest, ja, het uitvoeringsbesluit, hoe sneller dat we dat definitief kunnen goedkeuren op de Vlaamse regering, hoe sneller dat alles ook in werking kan treden. En als u vandaag niet wilt stemmen, dan is dat u het volste recht. Maar ik kan alvast wel de inhoud van het uitvoeringsbesluit raadplegen om een antwoord te vinden op al uw vragen en opmerkingen, bedenkingen die u zelf hebt gegeven. Mevrouw Hostekind was het dan. Collega's, zijn er nog collega's die graag willen tussenkomen op de algemene bespreking? Nee. Dan hebben we uw vraag, mevrouw Hostekind, om de stemming uit te stellen. Ik kijk even naar de collega's en ik zie daar weinig animo voor. Dus dan gaan we wel gewoon door met de artikelsgewijze bespreking en de stemming. Er uren 9 amendementen worden neergelegd door de meerderheid, dan moet u de oppositie in staat stellen. Dan moet u de oppositie in staat stellen, voorzitter, om ons werk, ons controlerecht te gronden uit te oefenen en dit op te bekijken. Allee, ik kan dat niet lezen op, zelfs als komt er een toelichting, ik kan dat hier niet lezen op 3 minuten tijd. Ik geef kort het woord aan de hoofdindiener, collega Anceeuw. Ja, met alle respect, het betreft hier een aantal logistieke aanpassingen, een aantal verduidelijkingen. Om meer duidelijkheid en zekerheid te bieden en een aantal logische gevolgen uit keuzes die eerder al zijn gemaakt. Het is niet dat hier de wereld op zijn kop wordt gezet met deze 9 amendementen, wel in tegendeel. Het is gewoon het verder voortwerken op het ontwerp van het decreet dat voorligt. Ik vind het een beetje grotesk om nu te zeggen dat hier ik weet niet wat op tafel wordt gegooid de 11 uur. Dat is helemaal niet zo. Hè. U heeft collega's, ik stel voor, instrumenten om dat... Collega Hostekind, ik stel voor dat we even een rekening van de werkzaamheden houden en dan zal ik een voorstel doen dat misschien iedereen zijn visies verstaat.
We hervatten onze zit... Nog werkt, dat is meestal 3 keren. Ja, we hervatten onze zitting en we gaan over naar de artikelsgewijze bespreking van het voorliggende decreet. Mevrouw Hostekind. Ja, voorzitter. Ik heb geprobeerd om mij constructief op te stellen, maar ik vind als oppositieraad of oppositieparlementslid dat ik de kans moet krijgen om mijn werk op een gedegen manier te doen. Ik had het ontwerp zeer goed voorbereid. Ik vind als de meerderheid afkomt op de 11e uren met 9 amendementen, dat u ons de kans moet geven om dat voor te bereiden. Dus ik vraag tweede lezing. Dat is goed. Die kan u nu nog niet vragen. U weet dat u dat moet doen na de artikelsgewijze bespreking van de... verschillende onderdelen van het decreet samen met de amendementen. Maar u kan nu ook al natuurlijk al een aantal vragen stellen over de amendementen die zijn ingediend. Collega's, ik stel voor dat we overgaan naar de artikelsgewijze bespreking. Artikel 1. Vraagt iemand het woord over artikel 1? Nee. Dan gaan we over naar artikel 2. Artikel 3. Collega's, mag ik aannemen dat er niemand gaat tussenkomen op de rest van de artikelsgewijze bespreking, want dan kunnen we die wel afronden natuurlijk. Hè. Goed, ik zie instemming. De artikelsgewijze bespreking is hiermee dan afgelopen. En dan hebben we een vraag voor tweede lezing genoteerd van de collega van de SPA. Dat betekent, collega's, dat we volgende week op onze agenda dit hernemen. Eerst. Anders kunnen we geen tweede lezing over die amendementen. Nee, dat is goed. Maar de secretaris maakt me inderdaad attent over het feit dat we dan wel moeten stemmen. We zullen dan... we moeten een artikelsgewijze stemming houden. Om een tweede lezing te doen. Ja. Dus dan zullen we een artikelsgewijze stemming houden. Artikel 1. Wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Artikel 2. Mag ik dezelfde stemming noteren voor alle artikels, collega's? Nee. Welke artikels wilt u afwijkend stemmen van uw vorig stemgedrag? Ik ben bij het antwoord op 2, 6, 22. Oké. Okay. Dat gaan we direct doen. Ja. En u stemt, heeft hetzelfde stemgedrag? Prima. Dan stemmen we over de 9 amendementen. Dan stemmen we over amendement nummer 1. Wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Mag ik er misschien aan toevoegen, voorzitter? Ik zal principieel tegen de amendement stemmen, omdat ik niet de kans heb gekregen om ze door te nemen. Oké, okay, dat is hierbij genoteerd. Goed, amendement nummer 2... Amendement nummer 2, wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Goed, amendement nummer 3. Wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Amendement nummer 4, voor. Wie stemt ervoor? Amendement nummer 4. Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Amendement nummer 5, wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Amendement nummer 6, wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Amendement nummer 7, wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Amendement nummer 8, wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Amendement nummer 9, wie stemt ervoor? Wie stemt er tegen? En wie onthoudt zich? Amendement nummer 9... is een nieuw artikel dat wordt ingevoegd. Voor alle andere artikels neem ik aan dat we dan nu de stemming hernemen over de geamendeerde artikels zoals we die, zoals we die net hebben gestemd. Ja. Dus die worden dan allemaal gewoon ingevoegd. Goed, collega's, dan is deze zitting hierbij afgelopen en hebben we nog een hele korte regeling van de werkzaamheden voor volgende week.